Tresor is de afgelopen weken overspoeld met reacties van mensen die wilden laten checken of zij afstammelingen zijn van de Friese volksfiguur Pier Gerlofs Donia, oftewel Grutte Pier van Kimswert. De website werd in minder dan een week tijd bijna 15.000 keer bezocht en de medewerkers van Tresor hebben inmiddels de handen vol aan het uitzoeken van de stamboom van de aanvragers. Een deel van de inzenders blijkt inderdaad een nazaat te zijn van Grutte Pier. Speciaal voor hen maakte Tresor een echtheidscertificaat, het zogenaamde Pierbewijs. Woensdag werd het allereerste Pierbewijs uitgereikt aan Willem de Haan uit, hoe kan het ook anders, Kimswert. Nou, dit is hem dan. Jongen. Van harte lokwens. Ja, dat en ik hoop je dat het een mooi plakje krijgt. Oh ja. Hier hebben ze dan in de kamer. Ja, ik ken hem wel bij. Alsjeblieft. Nou, geweldig. Wat leuk. Willem de Haan, de ontvanger van het eerste officiële Pierbewijs. Grutskop? Ja, vind ik mooi. Ja, prachtig. Je dacht van, ik ben nazat van Grutte Pier. Wist je dat al of dacht van, ik laat het echt even uitzoeken? Nou, ik heb bewust uitzieken letten, want ik weet hier geen enkel idee van. Maar omdat ik in Kimswert weet niet en ja, wel wat maar Pier, hè, dacht ik van, nou, stuur maar in. Had een vermoeden? Nee, ik net. Ik ging geen enkel vermoeden. Ik ging net teleursteld geweest dat het net zo weer. Oké, dus het is eigenlijk een hele grote verrassing dat het nu wel zo blijkt te zijn. Ja, het is echt een grote verrassing, ja. Nee, ik nooit dacht. Ik heb zelfs dacht van, ja, misschien heeft het wel in scène zet. Ja. Ik kan me voorstellen, ja, niet iedereen in Kimswert is natuurlijk automatisch familie. Nee, iedereen in Kimswert is wel Kimswerter. En iedereen in Kimswert weet ik wat Grutte Pier stiert. Maar nee, je bent net automatisch familie. Ik heb misschien wel familie in ja, wat succes, in Canada of in Nieuw-Zeeland of in Afrika. Ja. Ja, want u vertelde ook al, u bent zelf ook geen echte Kimswerter. Ik ben ondertussen wel een echte Kimswerter, ja? Ja. Ik ben hier nog maar 46 jaar, maar ik vind dat wel een heel skoft. Oh, tjie. Ja, geweldig. Maar toch nou, wanneer komt het nou? Jullie waren op zoek naar ja, nazaten van Grutte Pier, dat hebben jullie geweten. Dat hebben we weten, inderdaad. Wij hebben het project lanceerd op de genealogische dij. En dat zijn al mensen die zijn nieuwsgierig naar vaarorden. En nou ja, toen begon het te rinnen. En inmiddels hebben we meer dan 600 reacties. Ja, dat hadden we niet gedacht, denk ik, aan het begin. Nee, dat hadden we net dacht. Nee, maar het is wel heel bijzonder. En ik wel, ja, we hoopten het natuurlijk wel. Want het is heel mooi om mijn identiteit en mijn vaarorders aan de gang te wijzen. En ik denk dat na aanleiding van nou ja, de uitrekking van het eerste peerbewijs en dat mensen hier van Jerre, dat er nog wel meer reacties komen. Nou, er staat hier al jaren dat prachtige beeld van Grutte Pier hier in het dorp. Ik kan me voorstellen dat u daar heel vaak langs liep en dacht van, nou, het zou wel mooi wezen. Dus ik ook zo'n, ja, als ik in ieder geval van afstanden. Ik heb daar nooit aan gedacht. Nee, echt net. Ik heb nooit stilstaan bij het idee van, hè, wat zou dat fijn zijn. Nee, dat heb ik net gehoord. Ik vind het wel een schitterend beeld. Het staat hier ondertussen 30 jaar. Deze is in 1985 onthuld. Het is de Marketro Anna Woudwijk. En ik heb een heel soort verteld over dat beeld. Zo, iedereen kan zien hoe dat beeld eruit ziet. En dat laat zien dat Pier een woeste man weer met een but en hij zeer brimstig uit de egen. Maar het mooiste van Pier is de achterkant. En dat heb ik een soort mensen met mijn miljoen kijken, zien letten en hoe verteld. Waarom de achterkant er zo uitziet, zet hij eruit ziet. En hoe ziet hij eruit? Ja, dat is een groot geheim eigenlijk. En als ik dat nog onthullen zou, dan komen er misschien geen mensen meer naar kennis. Het Pierbewijs is een initiatief van Tresor en Peer Group. Het theatergezelschap dat een drieluik maakt over Grutte Pier. Begin dit jaar werd voor de voorstelling een replica van de boerderij van Grutte Pier bij Kimswert in brand gestoken. In 2016 komt het gezelschap met De Misje om het jaar erna Grutte Pier de bezinning te brengen. We zijn met allerlei deelprojecten inmiddels bezig. En een van die deelprojecten is het uit laten zoeken of het uitzoeken of je afstamt van die beruchte Grutte Pier. Er zijn heel veel reacties op gekomen en had je zelf ook zoiets van, nou, ik wil ook eens kijken of ik er daar wel van afstam. Ja, zeker. Wat ik het leuke vind, want het is natuurlijk, ja, wat betekent dat dan dat je van hem afstamt? Wat het voor mij sowieso betekent is dat ik uit ga zoeken, ja, wie mijn familie is. Dus het heeft te maken met 16 generaties misschien, maar ook met die eerste, die tweede en die derde generatie. En dat vind ik nieuwsgierig. Jullie zijn hartstikke goed ontvangen in het dorp volgens mij, want de mensen zijn razend enthousiast. Ja, dat is onvoorstelbaar. Willem de Haan zegt, het dorp heeft het ook nodig. Het mooie is, je merkt ook dat mensen het graag willen. Mensen willen gewoon betrokken zijn, willen iets doen, vinden het leuk. En dan is het zelfs zo makkelijk dat we hier 2 maanden in een leegstaand huis kunnen wonen. Het bewijs zegt het al, een echte nazaat van Grutte Pier. Maar Grutte Pier had daar een andere manier voor om te kijken of mensen er wel echt bij horen. Hoe zit dat met u?
Ja, het zeg je, hoe die groene cheese en die boerenboeter en zo. Ja, dat wie even testen, hè? Dan ben je wel echt te vriezen in. Hoe zit het met jou? Hoe zit het met jou? Ja. Eerst jou maar eens. Boeterbreien en groene cheese, wat dat net zussen kan, is geen oprechte vries. Nou, joh. Nou, toch ik merk nou even. Boeterbreien en groene cheese, wat dat net zussen kan, is geen oprechte vries. Hey. Die laatste kaai jij er net bij, maar ik vond hem top. Ja.